uova. Wat hadden jullie gedaan? Waarom moest de kerstman vanmorgen komen?
Wie weet dat? Zal de kerst wel eens zelf vertellen? Hebben jullie ballonnen opgeblazen? Allemaal ballonnen opgeblazen hier? En toen zijn ze allemaal tegelijk de lucht ingegaan. Allemaal richting Lapland. We gaan dan zo meteen de prijs uitreiken. En dan gaan we straks even zelf in elkaar op de foto. En als u nu kijkt, is het nog een keertje weer een keer doen. Wie, welke ballon is het verste gegaan? Welke ballon zou het verste gegaan zijn? Van wie? Wat voor kleur heb jij, Boris? Je weet wel welke kleur jouw ballon had? Niet? Ja, zo lang geleden. Ja, ik zeg al, de foto's die bladeren terecht en dan weet je ballon niet. Het was een geluk dat ik net bij de kerst dat ik verrast dat je ballonnen zag. Nou, ik zal het vertellen. Masha. Niet schrikken. Jouw ballon hebben ze in Lapland gevonden bij Hamming in Lapland. Dat is een heel klein plaatje in de troep. Vlakbij een hele grote plaats. In een hele hoge boom. En die is 635 kilometer helemaal eens eentje door de lucht gegaan. Jij hebt gewonnen. Ja, en hebben wij voor die derde prijs. We hebben daar ook een cadeautje voor. Dat mag jij doen. Mami, papi, hele familie. Misschien heeft Kerstman nog wel mee, maar mag je een uurtje gaan kegelen bij een kegelbaan hier in Lapland bij Wieskamp, weet je dat? Ja, dat is de eerste. Nee. Oh, dat gaan we eerst zetten. Nou, ik heb het gehoord, ja, jij hebt een ander briefje dan ik, hè? Ja, ja. Ja, voor Betty ken je. Ken je voor Betty? Ja. Jij mag een keer met nog vier vriendjes of vriendinnetjes, misschien wel meer, dat meer vrienden en vriendinnetjes, lekker gaan steppen. Op een step hier, helemaal door. Hoe is dat hier, die plaats? Huppel. Mag je lekker gaan steppen. Toen waren er nog twee ballonnen hingen nog in de boom. Maar, ik zei net al, de ene was 635 kilometer weg. De andere was 638,4321 kilometer weg. En die zat in een nog hogere boom. Wie denk je? Van wie? Van jou of van jou? Waar zou die ballon dan in? Wat voor kleur heb jij? Nee, ik wil. Ik heb voor die boom gehad. En dat was echt mooi. Op een groene ballon. Ik gezien. Nou, dat is de tweede plaats. Is gewonnen door Amber Huizen. Zo, applaus. Zo. Ja, Amber, wat dacht jij dat jij gewonnen had? Ik weet het. Zal ik het nog over doen? Een mooie beker. Een mooie beker. Kijk eens. En daar staat een tweede. En Amber, waar gaan we die beker neerzetten? Op de. In jouw slaapkamer? Nee. Ik heb nog een vraag. Blus jij pannen? Dat is mooi. Kijk eens, alsjeblieft. Gefeliciteerd alvast. Dat is nou een keer nacht met nog vier mensen, vier vriendjes, vriendinnetjes, mama, papa, met een pannenkoek gaan eten. Gratis. Karamel, melk, alles. Je mag jezelf een soort pannenkoek uitzoeken bij de Zevingmolen staat hier. Ik weet niet, weet je waar dat is? De Zevingmolen. Wij gaan weer kijken naar dat bos. En over dat bos, achter het bos, staat een molen. Hebben ze een kleine waterplas, dan noemen ze dan een hele grote, hoe noemen ze dat hier? Het Hulkloop. Er wordt een klein plasje bij je, en Jos vergeleken natuurlijk. Maar ja, hier hebben we dat. Drink wat lekker, nog hier, lekker wat van de koek eten. Die mevrouw. Komt je met die mevrouw, dan moet je dan. Maar ja.
Zeven. Oh, dat is die vier van boven, dat is zeven. Brullen, hoe stevig vind je dat? Ga je dan met jezelf een pakje mee? Vind je dat ook? Vind je dat een beetje leuk? Kijk, en nou hebben we nog één prijs. En wie zou dat gewonnen hebben? Yes! Zeg maar dan, Boris? Box. Oké, ik zag gisteren dat we een klein boxje doen. De televisie doen ze zo, klein boxje. Ja? Jouw ballon! Dat is nog één hogere bol. In Lapland. Dus goed overheen kijken. Helemaal eroverheen kijken. Helemaal het eind, bijna van de andere kant van de wereld. Op 638,5 kilometer. Boven die hele vogelbom. Dan zag ik een ballon. Welke kleur was het? Groen. Groen! Helemaal goed! Groen! Jouw ballon heeft gewonnen. Dat is mooi. Zijn we blij? En we, hoe laten we dat zien dat we blij zijn? Jo, nog een keer. Nog een keer. En wat heeft onze Boris gewonnen? Ik denk ook een beker. Ik heb helemaal niets. Hebben wij hier nog een beker van Boris? Laten we even kijken. Boris, heel hartelijk gefeliciteerd. Met je mooie groot buur volgend jaar van mee. Is volgend jaar weer kist doen dan? Ja, ja, ja. 5 mei. Oh, het zal de datum weer. Kijk eens, en jij zit er natuurlijk ook in slaap aan, of niet? Oh, misschien. Waarom weet je dat dan niet zeker? Ja, 5 mei. Oh, goed. Ja, nou, dat was dus een beetje. Eens even kijken, maar wat heb jij hebt nog meer gewonnen? Vind jij? Tien. Heb je er wat gedaan? Hier ergens in de vijf, zo'n hele lange plank. Hele lange plank. Dan moet je een bal doorheen gooien. Er staan er van die dingetjes achterop, egeltjes. En die moeten allemaal omvallen. Dan mag jij? Keertje afspreken, want de iemand van die van de houten geval die is hier. Wie is dat? Ingrid. Dat is Ingrid. Die kan je ook een schnitzel antwoorden, dat was van de hand. Vind jij schnitzels ook lekker? Nou, dan hebben ze een mooi pech, hè? Want jij mag nou met 10 andere mensen, vrienden, vriendinnetjes, en misschien met een kerstman, een keer een uurtje gaan vegen. Wat zeg je? Misschien mag ik ook mee. Ik woon in van. Wat hoor ik? Oké. Nou, we gaan even de pot om. Omdat jouw ballon is een hogere pot. Ja. Nou, gaan we even kijken. Waar moeten wij hier op de pot komen, jongen? Daar staat een daar de kerstman. Oh, waarin? Is dat mooi? Oh, is. Zit je nu wel, ja. Ik vind het wel een mooie gozer met de kerstman. Ja, kunnen jullie het allemaal zien nu? Zo, en dan zeggen we allemaal gelijk. Ho, 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 ho! Ho! Ho, ho! Prettig kerstfeest allemaal. En een gelukkig nieuw jaar wens de kerstman jullie toe. En ik hoop het volgend jaar weer hier te zijn. Nou, ik sta nu hier naast de kerstman. Ik vind dat een hele, hele grote eer trouwens. En naast 3 kinderen die hier een prijs gewonnen hebben. En die heeft de kerstman net uitgereikt, klopt dat? Dat klopt, ja. Ja, het ging om een ballonnenwedstrijd. Men had hier Kids Do Dag. Misschien heb je het wel gehoord, wel eens een keer. Op 5 mei van dit jaar. En er hebben ze allemaal, ik geloof honderden kinderen, hebben allemaal ballonnen opgeblazen. En die gingen allemaal gelijk de lucht in. Dat was echt een heel mooi gezicht. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, die kwamen bij ons over. Ik kom uit Lapland, zoals je weet. Nou, en toen, na die tijd, de kinderen bellen. Het bleef stil, het bleef stil. Niemand hoorde meer wat. Waar is mijn ballon? Zou mijn ballon wel overgekomen zijn? Is die overgekomen? Waar is die naartoe gewaaid? Nou, ik heb hun al uit de droom geholpen. He, dus Boris en Amber en Masha. De ballon die vonden we in Lapland
in drie hoge bomen. Nou, zo. Boris, zijn ballon was gewoon 638,5432 kilometer weggewaaid. En die van Amber en van Masha, die waren ook al zo ver weggewaaid. Dus vandaar kwam er toch eindelijk, toen alle bladeren en de dennennaalden van de bomen waren, toen kwamen die ballonnen tevoorschijn. Dus vandaar dat het zo lang duurde. Ja, als ik het niet erg vind, dan ga ik heel even de kinderen vragen. Want die staan hier zo. Die hebben het een beetje koud. Dus dan ga ik eerst de kinderen vragen. Dus jij hebt de eerste prijs eigenlijk gewonnen, hè? Ja. En ben je daar blij mee? Ja. Weet je eigenlijk wie ga je dan meenemen? Mijn vrienden. Heb je zoveel vrienden die je mee kan nemen? En jullie gaan maar allemaal met z'n allen gaan jullie snitzels eten? Kan. Ja, denk ik toch, hè? Kerstman ook nog een vriend voor jou. Mag die dan ook al mee? Ja. Oké, moet je mij maar bellen, geef je mijn geheime nummer wel, ja? Oh, nou, dat is toch een hele grote eer, hè? Het geheime nummer van de kerstman. Geef ik maar één iemand. En jij, ben jij blij met je prijs? Ja. Wat heb jij gewonnen dan? De derde prijs. Zo, en wie neem jij allemaal mee? Mijn vriendinnetjes. Zo, nou, dat zou ik ook doen als ik jou was. En jij dan? Doe maar zo. Wat heb jij gewonnen? Tweede prijs. Oh, en hoeveel mensen mag jij meenemen? Dat weet ik niet meer. Een heleboel. Zoveel? Dus weet je al wie je meeneemt? Mijn vriendinnetjes. Zo, wat zullen ze blij zijn, denk ik, hè? Ja, ik hoor niet vriendjes. Nee. Dat kan ook nog wel hoor. Het is de moeite waard om te wachten. Ik heb ook Kerstman heeft heel lang gewacht, maar hij heeft geen vriendinnetje gevonden. Dus. Nou, ik denk, we gaan de kinderen weer naar binnen sturen, want het is koud. Gaan jullie alvast. Ja, zelf ook een. Nee, ik heb het niet. Nou, het valt nog wel mee. Ja? Maar ik heb toch nog een paar vragen aan de Kerstman. En jullie gaan maar lekker naar binnen en gaan lekker warm chocolademelk drinken. Nou, ik heb nog een vraag die me heel, heel, heel erg interesseert. Ja. De kerstman komt elk jaar na Sinterklaas. Vindt u het niet een beetje vervelend om na uw neefje Sinterklaas naar Nederland te komen? Na Sinterklaas? Ja, want eerst komt Sinterklaas. Hij is altijd de eerste in Nederland. Vindt u dat niet een beetje vervelend? Wij zijn goed bevriend met elkaar. Hij heeft ook laatst, nou toen heeft hij alle pakjes hier uitgedeeld en zo aan de kinderen. En ja, maar luister, iedereen heeft wel meer dan één vriend. Zo zijn kinderen die houden van de Sinterklaas en de ander houdt van de kerstman. Kijk, en wij kunnen heel goed, ik kom wel eens een keer bij Sinterklaas in Madrid natuurlijk, op visite. En dan overleggen we wat, wie welke kinderen welke cadeautjes krijgen. Hebben ze goed hun best gedaan? Hebben ze iets minder goed hun best gedaan op school? Zijn ze thuis lief? Alle dingen dus. Ach nee, wij zijn goed met elkaar bevriend. Gelukkig wel. Dus we kunnen wel stellen dat Sinterklaas en de kerstman die zijn elkaar niks in de weg. Nee, absoluut niet. Integendeel. Hij eet ook kerstkrantjes en ik eet natuurlijk ook wel weer chocoladeletters en zo. Dus wat dat betreft, wij kunnen heel goed met elkaar door één deur. Het moet een hele grote deur zijn natuurlijk. Ja, natuurlijk, want jullie zijn toch statige persoon. Ja, als u dat zo wilt hebben. Wij zijn ook maar hele gewone mensen, gewone kerstman natuurlijk. En gewone, maar ja, dat is maar één Sinterklaas. Ik zie wel een heleboel Sinterklaas van die nepklaas rondlopen. Nou, daar ben ik altijd niet zo blij mee. En van die nepkerstmannetjes, welke enkele wel. Maar ja, dat is natuurlijk maar één kerstman. Ja, en die had nu graag vandaag eigenlijk op een slee hier rond willen rijden, want dat kan niet zo vaak. Maar het bleek dat in Nederland geen winterbanden voor de slee te krijgen zijn, dus. Nee, niet voor de slee en niet voor de auto's, hè? Gekomen. Ja, maar het is toch gezellig dat u hier bent. Ja, zeker. Ik vond het ook een hele eer om dit te mogen doen. En ik zou graag volgend jaar nog een keer weer willen komen. Nou, ik denk dat zijn we toch met z'n allen eens dat de kerstman volgend jaar ook weer hier mag komen, toch? Ja, nou, als u mij de datum even op een briefje of aan een ballon doet, dan zie ik de datum wel weer wanneer ik weer hier moet komen. Dus ik doe het heel graag. Nou, dat komt wel goed. Dus ik wens u een hele fijne kerst nog. Nou, het zal wel een drukke periode zijn aankomende week. Ja, zeker. Het is heel ontzettend druk. Ja, en het slimste, het is ook al glad. Maar nu kennen wij natuurlijk sneeuw. Dat is geen probleem voor ons. En wij hoeven niet als de Zwarte Pieten op de daken te lopen. We houden het allemaal laag bij de grond natuurlijk. Dus we zijn heel druk. En ik wens met deze plaats alle
kindertjes, alle ouders, oma's en opa's in heel Winterswijk hier een heel fijn kerstfeest toe. En heel fijn en goed 2011 alvast. Ja? Ja, nou ik denk wij wensen iedereen op de hele wereld een hele fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar, toch? Ja, zeker. Dus op de hele wereld. Niet alleen in Winterswijk, dat bedoelde ik ook niet zo natuurlijk. Dat weet ik. Oké. En misschien zien we elkaar nog eens keer weer op de televisie. Zo wel leuk. Ja, vast wel. Okay. Nou, Kerstman, hartstikke bedankt voor het gesprek. Graag. En tot volgend jaar. Laten we dat maar doen. Tot volgend jaar. Oké. Dag.